Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethzatha heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: wilt u gezond worden? De zieke antwoordde: Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Jezus zei: sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. He picked up his mat and started walking. Nu was het die dag Sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: het is Sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen: degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: pak uw mat op en loop. Wie zei dat tegen u? Vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen, omdat daar zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: u bent nu gezond. Zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op Sabbat dat de Joden tegen hem optraden. Maar Jezus zei: mijn Vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook. Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde en zichzelf zo aan God gelijkstelde. Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: waarachtig, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien. U zult verbaasd staan. Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert.
Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die hem gezonden heeft. Waarachtig, ik verzeker u, wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. Ik verzeker u, er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf. Dat heeft de Vader hem gegeven. En omdat hij de mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Wees hierover niet verwonderd. Er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen. Wie het goede gedaan heeft, staat op om te leven. Wie het slechte gedaan heeft, staat op om veroordeeld te worden. Ik kan niets doen uit mijzelf. Ik oordeel naar wat ik hoor en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. Als ik nu over mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet betrouwbaar, maar iemand anders getuigt over mij en ik weet dat zijn verklaring over mij betrouwbaar is. U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. Niet dat ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar ik zeg dit om u te redden. Johannes was een lamp die helder brandde en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes. Het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe, getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden. De Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien. En u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof. U bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat de mensen mij moeten eren, maar ik ken u. U hebt geen liefde voor God in u. Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren. Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. U moet niet denken dat ik u bij de Vader zal aanklagen. Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan. Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven. Hij heeft immers over mij geschreven. Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik zeg? Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam,
vroeg hij aan Filippus: waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg net om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen. Maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Jezus zei: laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten. Er waren ongeveer 5000 mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit, en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook vis. Zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen: verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze en ze vulden 12 manden met wat overgebleven was van de 5 gerstebroden die men had gegeten. Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg alleen. Bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar het meer. Ze stapten in een boot en zetten koers naar de overkant, naar Kafarnaüm. Het was al donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toegekomen. Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig. Toen ze 25 of 30 stadia geroeid hadden, zagen ze plotseling Jezus over het meer lopen. Hij was dicht bij de boot en ze werden bang. Maar hij zei: ik ben het. Wees niet bang. Ze wilden hem aan boord nemen. Maar meteen kwam de boot aan land op de plaats waar ze naartoe wilden.
De volgende dag stond de menigte weer aan de oever van het meer. Ze hadden gezien dat er maar één boot was en dat Jezus niet aan boord was gegaan, maar dat zijn leerlingen alleen vertrokken waren. Nu legden er andere boten uit Tiberias aan, dichtbij de plek waar ze het brood gegeten hadden, nadat de Heer het dankgebed had uitgesproken. Toen de mensen zagen dat Jezus en zijn leerlingen er niet waren, stapten ze in die boten en voeren ze naar Kafarnaüm om hem te zoeken. Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen: Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u. U zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. Ze vroegen: Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen. Geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Toen vroegen ze: Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat. Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. Iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen, en wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen, want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader, dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken. De Joden begonnen te protesteren, omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald? Jezus zei: Ik hoor u bezwaren maken. Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem bij me brengt. En ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. Het staat geschreven in de profeten. Zij zullen allemaal door God onderricht worden. Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert, komt bij mij. Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft, alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. Waarachtig, ik verzeker u. Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald.
Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus. Waarachtig, ik verzeker u. Als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten. Zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven. Dit alles zei hij in de synagoge van Kafarnaüm toen hij daar onderricht gaf. Veel leerlingen die het gehoord hadden, zeiden: dit zijn harde woorden. Wie kan daarnaar luisteren? Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: ergeren jullie je hieraan? Maar als jullie nu de mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was, de geest maakt leven, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb, is geest en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet. Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren. Daarom heb ik jullie gezegd, zei hij, dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Jezus vroeg nu aan de 12: willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus gaf antwoord: naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. Jezus zei: ik zelf heb jullie alle 12 uitgekozen. En toch is één van jullie een duivel. Hiermee doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iscariot, want hij, één van de 12, zou hem uitleveren.